Begin van het avontuur. Heb je het gevonden? Ja, ja. Right, ik zal u volgen. Ready? 2 weken niks gefilmd, 2 weken gewerkt, feest, van alles. En nu dacht ik, laatste dag, gaan Joris en ik op avontuur. Ik ga terug vloggen. We gaan nu naar de Pyreneeën rijden. Het is 8:45, 200 kilometer. Gaan we parkeren, parkingplek zoeken. Morgen een hike doen. En na die hike rijd ik 1200 kilometer naar België. Crazy life. Alles eruit halen. Alles. Dus ja, daar gaan we. Woehoe! Ik ben ook een klein beetje triest om Oulié te verlaten. De lelijke camping, die eigenlijk vol met mooie mensen zit. Oh. Maar het is toch altijd zo'n beetje kut om weg te rijden. Kijk. Oh, wil die niet open? Haha. Dag Mouliet. Ciao. Dag camping Lessigal. Joris heeft zo'n dikke truck, jongens. Jaloers. Echt, dat is een mooi ding. Pajero, 4x4. Daar gaat hij. Volgetankt allebei, een paar honderd euro lichter met ons twee. Maar ja, nu kunnen we er tegenaan. We hebben een klein, nou ja, niet echt een probleem. We willen niet met twee auto's gaan, dus we willen mijn auto ergens parkeren. En dan morgen namiddag terug oppikken. Maar al die dorpjes hier zijn restricted om maar 1 uur te parkeren, om campers tegen te gaan. Dus het is gewoon heel moeilijk om ergens een goede parking te vinden. En ja, hier ergens random langs de weg zetten, dat vind ik ook niet echt leuk. Dus we komen wel iets tegen, waarschijnlijk aan een winkelcentrum of zo. En dan keren we hem daar. Ja, ik stop wel ergens even in de boven, dan kunnen we dan even kijken hoe we precies rijden. Ja, dat is goed. Dat is goed. Alright. Komen er wel, op het gemak. Yeah. Eeuw. Eeuw. Dit is echt zo'n bergdorp. Midden in een bergpas. What an adventure. De weg die we wilden nemen is afgesloten. Of ja, de Fransen zijn waarschijnlijk lui en hebben die gewoon nog niet open gedaan, die weg. Dus nu gaan we een andere optie zoeken. Even zien dat ik nergens op rijd. Nou, dat is wel best ambetant, want er was een wandeling die we wilden doen en dat was aan dat meer. Maar vanaf hier tot aan het begin van de wandeling is het nog 4 kilometer. Dus andere optie zoeken. En komt wel goed. Nu gaan we even kijken of dat de echte bergpas naar het skigebied, als die open is. En wat gaat Joris doen? Ja. Kans dat je hier weer, het zal nu al niet zo erg zijn, maar kans dat je wel weer wordt wakker gemaakt door de politie. Er staat overal hier geen campers en daar wel. Ah ja, maar daar mag het toch? Ja, daar, precies. Gaan we daar toch van staan? Ja, maar ik wou zeggen, ik bedoel als je naar boven zou rijden. Ah zo, ja, oké. Okay. Als het open is? Die koolweg. Ja. Joris, wat gaat Joris forceren? Het is hier wel goed donker, hè? Hoppa, huisje. Allee, slaap wel. Dit is het, hè. Morgen gaan we opstaan, drone-shotje pakken, iets eten. Dan naar de plek rijden waar de weg nu is afgesloten. De motor uitladen, met 2 naar boven rijden. En dan beginnen aan de hike. Dus dat wordt fucking vet. Ik ben blij. Yeah.
Lekker uitzicht, ja. Een bijtje. Muesli zonder melk. Droge muesli. Top. We gaan nu s'avonds uitzoeken wat we gaan doen. Misschien gaan we een beetje 4x4 of wandelen. Het is sowieso bewolkt. Dus zien doen we sowieso niet zoveel. Maar ja, we gaan het zien. Hoho. Lekker stukje 4x4. Ik ga mijn auto achterlaten en we gaan het beestjes testen. Vastgereden, midden van de weg, een gigantische steen. We hebben die nog proberen weg te trekken met de lier, maar het heeft niet mogen zijn. Alles achterwaarts terug. Hoppa, kijk eens wat een uitzicht, jongens. Fucking sick, dit. Beetje te veel gas gegeven. Richting Spaanse grens. Daar even een toertje zoeken. Want hier in Frankrijk. Internationale trip. Hier in Frankrijk werden we weer weggejaagd. As always. Spanje! Beste nog open. Shit. Het is een kleur ook van dat water. Ja, zie dat dan? Er zat een half bos in het water. Stinkt.
in de bergen. Een uur rondgereden, maar we hebben een dikke plek gevonden. Hier lekker koken. Het is 14 graden. Het scheelt maar 3 graden met toen we boven stonden, maar het voelt echt 2 keer zo warm. Dat kan niet. Boven was het echt koud. Nice. Lekker. Blik voeren, hé. Nee, het is heerlijk. Lekkere vitamintjes. Oh. Veel groen. Veel groen, ja. Kijk, hier worden we zeker ouder van, want dat vervalt niet. Als je dat genoeg eet, dan gaat je gewoon nooit dood. Ja, dit loopt dus dood. Hola. Ah ja, we zitten niet op de trail, nee. Hé, hey, Woefer. Hallo. Gekke spot. Wajow. Maar wat zou dit zijn? Dat weet ik ook niet. Hé, hey, ondergrond. Maat, hier een illegale rave. Wat een plek. Terug aan ons plekje. Het is bijna 5 uur. Tegen 5 uur zal ik wel aan het rijden zijn. En dan... hoe ver zou dat zijn vanaf hier? 1200 kilometer? Ja. Ai, ai, ai. Wiehoe. Kijk, het is nog 1200 kilometer. Ja jongens, ik heb er wel van genoten. We zijn in Spanje geweest. Omdat je in Spanje eigenlijk veel beter kunt 4x4'en. We hebben niet echt... een pad gevonden. We hebben heel wat padjes gedaan, zoals je kon zien, denk ik. Uiteindelijk zijn we dan bij een urbex plek terechtgekomen en die hebben we helemaal geëxplored. Dus ik heb er wel van genoten. Het was weer eens iets nieuws. En als je dan rijdt met... ah, ik krijg het niet in vast, maar hier links van mij, bergen... allee ja, alles. Dat is gewoon zalig. Mooie afsluiter. En nu weer aan het werk in België, waar ik ook heel hard naar uitkijk, want... ik heb jobs en de afgelopen 2 jaar had ik geen jobs en moest ik in de horeca werken en dit en dat. Portfolio werk en alles dat ik gratis heb gedaan en mails en bellen en blablabla. Dat is allemaal aan het heel rustig, allemaal zo aan het bouwen. En dat is leuk, dat is druk, dat is vermoeiend, maar ik haal er wel heel veel voldoening uit. En ik ben heel blij dat ik dat een beetje aan het werken is. Dus ja, ik ga rijden, hou jullie op de hoogte. En vergeet niet dat alles mogelijk is, hè boys, want veel mensen, echt waar, alles is mogelijk, alles. Als je erin gelooft en hard werkt, wel belangrijk, dan is alles mogelijk. Ciao.